Dus ik heb op Partij voor de Dieren gestemd. Partij voor de Dieren, ik dacht, dat leek me gewoon een goed idee. Ja, VVD en zo, dat is niet zo. Dan komt Rutte weer. Ja, ik ben bang dat Rutte wel weer aan de macht komt eigenlijk. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag woensdag. En ja, de dag is weer, de week is weer door midden. Dus we hebben gewerkt vandaag. We hebben op de heftruck gezeten weer vandaag, dus dat was weer leuk. Dus vanavond even bij mijn vriendin gegeten nemen. Dus had ik niet voortijd in tijd om te vloggen. Dus dat kan één keer in 40 dagen, kan ik dat even, kan ik wat vroeger gaan vloggen of wat later gaan vloggen. Maar dat is ook altijd even anders soms, hè. Dus weer dag. Week vliegt om, hè. Morgen weer donderdag. Dus ga snel, jongens, de week. En van de week, ik ga volgende week weer even een kookblog maken. Volgende week weer kom ik weer met een kookblog. Even kijken wat ik dan even kan maken. Lekker even, Kees komt ook weer in, van de week weer in. Een moppenvlog, dat moet ik even bekijken als ik dat even kan maken. Ga ook even in een biervlogje maken. En zo kijken wat voor soort bier ik nog kan drinken, een paar koffie. Of een soort biervlog ik nog kan maken en zo. Zou je kijken, vond jullie was dat geen biertje, maar voor mij was het gewoon bier, jongens. Maar fijn, dat maakt niet uit. Maar het was ook een lekker. Maar dat drink ik normaal mijn vriendin altijd. Jills, ik drink meestal bier en zo. Dus ander biertje ook weer. Wat ik nog weer? Van Doors of zo. Tequila van Doors. Drink ik ook wel eens en ook wel eens. Een andere ook alweer. Kom niet in de naam komen, maar in ieder geval dat drink ik wel eens. Dus dat is altijd wel leuk. Dus gisteren wat vreemd nieuws gekregen. In Franeker, de verpakkingsafdeling is naar huis toegestuurd. Dat was een coronabesmetting. En dan blijkt dat er iemand daar corona heeft op de werkvloer heeft opgelopen. Dus uit voorzorg hebben ze de boel dichtgegooid eigenlijk. Dus iedereen naar huis gestuurd. Hoe lang dat gaat duren, weet ik niet. Ze gaan de boel schoonmaken. Dus dat, aanwachten hoe... jongens, de werkleider zei ook al tegen ons. Als we ons niet lekker voelden, moeten we ons bellen. Want ik kan geen risico nemen om op het werk te verschijnen. Dus we zijn er nog lang niet vanaf van die bende. Het kan een tijdje duren. Dus de besmetting en cijfers zijn ook weer hoog. En 30 maart wachten. Ik denk dat het wel weer verlengd wordt. Dus dat ziet er wel even naar uit dus. Ik heb op Partij voor de Dieren gestemd. Partij voor de Dieren, ik dacht, dat leek me gewoon een goed idee. Ja, VVD en zo, dat is niet zo. Dan komt Rutte weer. Ja, ik ben bang dat Rutte wel weer aan de macht komt eigenlijk. Ik ben bang dat Rutte eigenlijk wel weer aan de macht komt. Maar ik heb op Partij van de Dieren gestemd, dus dat leek me ook een goed idee. Partij van de Dieren, dus dat is wel leuk, denk ik. Ook het beste is, ik weet het eigenlijk niet. Ik zat allemaal weer te twijfelen. Maar PVV, dat is Geert Wilders. Maar als die aan de macht komt, dan weet ik ook niet of het wel goed komt. Maar ik heb Partij van de Dieren gedaan, dus dat leek me wel een goed idee. Dus vanavond weer gedaan, nog even. Kom nog even vanavond. En aanwachten we hoe alles gaat lopen, hè. Maar ik denk dat we wel een Rutte 4 krijgen, denk ik. Dat zit er wel dik in, denk ik. Maar fijn. Ja, mensen zeggen, als Rutte er blijft, dan gaan we nog lang in de lockdown zitten. Ik denk ook dat het nog niet echt opgegeven wordt, de lockdown. Maar dat is, ik vind de Partij van de Dieren vond het wel aardig. Dus heb ik daarin op gestemd. Dus dat was even, Maar wachten hoe alles gaat lopen. Maar ik hoop dat het goed komt. In ieder geval, maar fijn. En even de rest. Moet ik vandaag jarig? Ik kom er niet heen. Mijn tante is van de middag geweest of zo. Ik kom er vanavond niet heen. Mag maar tot 8 uur komen geloof ik, 7:30 of zo. Maar fijn. Ik kan mijn moeder wel bellen, maar die neemt de telefoon niet meer op. Die zit in de rolstoel. Wat ik al vergeten achter en zo.
Dus dat werd hem ook niet. Dan ga ik er zaterdag even heen. Dat is altijd helemaal leuk. Dus, Moen is 83 geworden. Aardig zijn leeftijd alweer. Dus ja, die heeft geloof ik ook al... Ja, we weten zelf niet. Ze is wat vergeetachtig zo. Ze heeft ook al een vaccin gehad. Dus, ja, AstraZeneca, hè, dat, is, ja, dat is eigenlijk... ja, eigenlijk is het, ja, zes mensen hadden eigenlijk een trombose ervan gekregen. Maar ja, ik denk dat we weer gaan meer prikken, want het lijkt me sterk dat het dan AstraZeneca ligt eigenlijk, maar fijn. Maar we moeten aanwachten hoe alles gaat lopen en wanneer wij aan de beurt zijn van prikkerij, dus dat weet ik ook niet. Ik ga het wel doen, denk ik. Ja, ga het doen. Ja, dan kan je wat meer, hè. Dus ik heb mijn hoofd gestoten. Ik weet niet hoe jullie dat kunnen zien. Er zit nog een plek hier. Wat werk gebeurt maandag. Het voelt niet zo lekker, maar fijn. Ja, ik heb een gat hoofd, hè. Maar ja, gaat alweer over de bult natuurlijk, hè. Dus. Ja, poes je al goed met Nick en Nicky. Ik kan er goed mee. Dus ja, eigenlijk, ja. Gaat goed hier. En ga volgende even een koopdag maken. Even kijken. Zomervakantie, ja. Het wordt kilo zomervakantie, denk ik. Ja, ik neem al 3 weken vrij, maar om erop uit te gaan, om uit te gaan, want ik denk kilo aan mijn achter. Maar ik zat even te denken, ik heb ook een recept gezien, pesto of zo, om het nog niet gemaakt, maar. Dat kan ik ook wel maken, of ja, ook wel iets anders. Misschien kan ik ook iets met pesto maken. Ik heb eerst een recept gezien, dat kan ik wel even kijken. Misschien is dat ook wel even aardig om dat even te doen. Dus ik denk dat ik gewoon een pesto ga maken, zo. Pesto, even kijken. Ik heb meer. Ik heb van iemand gekregen. In de WhatsApp. Kijken. Dus ja, meteen even wat bedenken aan een recept natuurlijk, hè. Pasta pesto met kip en tomaat. Dat kan ik gewoon wel even maken. Dat heb ik 15 minuten bereiden. Nou ja, dat is ook niet. 4 personen, ja, kan iets minder voor 2 personen natuurlijk. Pannen, 300 gram pennen, cherrytomaten, rucola, groene pesto in een potje, gekookte kipreepjes. Ik kan gewoon kip lemineren, denk ik. Geraspte kaas, pittig 45 plus. Nou ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, zo. Ja, is dat voor 4 personen, maar... 3 personen kan het ook wel even, dus dat moet ik even kijken door de helft doen eigenlijk. Maar dat is een optie om dat volgende week even te gaan doen eigenlijk. Dat ga ik dat zeker even doen. Albert Heijn, maar ja, de Jumbo wat goedkoper is er op dat gebied, maar fijn. Dus dat ga ik, ja, ik denk dat het pesto wordt, denk ik. Dat lijkt me ook heel leuk om dat te doen. Dus in ieder geval, dus dat kan ik volgende week dat even maken. Echt een leuke recept of zo, denk ik wel even. Dus niet te laten bij, jongens. Dus pesto, dat ga ik dan volgende keer maken. Dus dat gaat zeker goed komen. Ja, ik vergeet steeds om dat even te maken weer van de... Voedingsvlog, eiwitten, sport, fitness, voeding. Weer vergeten te maken. Dat zal ik van het weekend even doen. Ik vergeet het steeds, jongens. Ik moet wat gaan opschrijven of zo, denk ik. Dus dat ga ik eerst even maken. Ik ga volgende keer een kookblog, dus pesto. Ga ik dat wel volgende keer maken. Dus Wopke Hoekstra, Wopke! Dus dat gaat zeker goed komen. Dus. Maar in ieder geval. Dan ga ik deze vlog weer even
Aansluitend krijg ik niet op tijd meer online. En dan zien jullie mij vrijdag weer terug met een nieuwe vlog. En volgende week ga ik natuurlijk een pesto maken. De pasta pesto. Dus dan, dat lijkt me wel een goed idee om dat even te gaan maken. Ga ik toch weer even iets van pasta maken. Iets van een recept weer. Dus gaat zeker goed komen. Dus dan wens ik jullie nog een prettige avond verder. En dan, van de week komt lekker eten met Kees weer in op. Ik ga wel een biervlogje maken. Ik zal eens even kijken of ik biervlogje nog even kan maken. Dus, pitbier kan ik ook wel even, ja. Even kijken. Ik meen dat ik dat gemaakt heb, pitbiervlog, maar er staat iets aan bij. Maar hoe kan je mijn kanaal even rondsneupen? Op mijn kanaal sneupen, dan ga ik dat even doen. Dat zeker goed komen. Dus ik wens je een prettige avond verder. Ik zie jullie aanstaande vrijdag weer terug met een gloednieuwe vlog van mij. Ik zeg, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer leuke video's. Volg mij op Instagram. En zie jullie vrijdag weer terug met een nieuwe vlog. Tot dan. Doei.